Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door OCZ en Asus. In deze aflevering van Hardware Info TV, de AMD Radeon HD 7990. Welkom bij Hardware Info TV. AMD introduceerde deze week officieel de Radeon HD 7990 videokaart met 2 GPU's. Dat is eigenlijk een beetje een vreemde introductie, want er zijn natuurlijk al geruime tijd 7990 kaarten op de markt. Ja, Club 3D en PowerColor hebben ze al. Exact. We kennen bijvoorbeeld ook de Asus ARS2, wat eigenlijk ook een kaart is met 2 Tahiti GPU's, 2 van de high-end AMD chips erop. En dan komen ze nu eigenlijk maanden nadat de rest het doet met een officiële kaart. Ja, want dat is eigenlijk het verhaal. Die zijn 7990's die er tot nu toe waren, wat we 7990's noemen. Dat zijn eigenlijk gewoon verzinsels van fabrikanten zelf. Dus van de Club 3D's, de PowerColors en de Asus, die gewoon 2 chips naast elkaar hebben gezet. En dit is het officiële product van AMD, maar ja, klein beetje mosterd na de maaltijd wellicht toch? Ja, het is ook een beetje vreemd. Want als we kijken, dit is natuurlijk niet de eerste dual GPU kaart die AMD officieel op de markt brengt. In de 6000 en de 5000 serie hadden we dit soort kaarten ook al. En toen zagen we iedere keer dat die dual GPU variant, die kwam na een paar maanden, 2, 3, nou, soms 4 maanden na de introductie van de high-end kaart. Nou, als we even terugspoelen, want het is al heel lang geleden dat de 7970 op de markt kwam. Dat was eind 2011. Dus eigenlijk hadden we zo'n beetje in het eerste kwartaal, begin tweede kwartaal 2012. Dus eigenlijk is die gewoon een jaar geleden te laat, ja. Exact deze kaart verwacht en ik kwam maar niet. Nou, het is niet helemaal duidelijk waarom niet. Misschien dat de ingenieurs van AMD te druk hadden met het maken van andere producten. Ze zijn natuurlijk druk in de weer geweest met chips voor de misschien PlayStation, zagen ze PlayStation 4 en de Xbox. Ja, ze zeggen nu bij deze introductie dat ze het net wel heel erg zien. Dat er een ruime vraag is naar dit soort kaarten. Nou, dat durf ik te betwijfelen. Maar ze zeggen van ja, er is een vraag naar dit soort kaarten. We brengen het graag op de markt. En als we dan vragen van ja, waarom hadden jullie het niet gedaan in eerste instantie? En waarom hebben jullie het op dat moment overgelaten aan de PowerColors en de Club 3D's en de Asus van deze wereld? Ja, dan was het verhaal van ja, we willen onze partners niet voor de voeten lopen. En we willen ze graag de kans geven om zichzelf te profileren. Ja, apart verhaal, hoe dan ook. Hij staat er nu, de officiële 7990. En als we hem dan eens eventjes qua specs afzetten tegen die onofficiële variant, om het zo maar te noemen. Dan zien we kleine verschillen. Ja, want AMD heeft de PCB hiervan echt helemaal opnieuw ontworpen om het qua stroomverbruik en dat soort zaken echt een beetje beter in de hand te houden. De koeler is opnieuw ontworpen, die zit wat dat betreft ook wel iets slimmer in elkaar dan die kaart die we kennen van PowerColor en Club 3D. Want dat was ook nog een model dat was 3 slots dik. Dit is een 2 slots kaart. Ja, wat je net zegt over dat energieverbruik. Je ziet ook dat hier nog maar 2 pechconnectoren op zitten, waarbij die onofficiële kaart zaten er 3 op. Dus ja. Die verbruikt ook gewoon wat meer energie. Ja, en was ook echt een flink stuk luidruchtiger dan deze kaart. En dat terwijl de officiële 7990 wel gewoon sneller is. Want we hebben ze hier even naast elkaar gezet. Links ja, die onofficiële van PowerColor en Club 3D en rechts de officiële. Dan zien we dat die onofficiële variant, daar werkt de GPU standaard op 900 MHz. Nou, hier standaard op 1000 MHz. Dus ja, dat is toch ruim 10% erbij. Ja, ook de reugenklokfrequentie hoger, 1375 MHz voor die onofficiële kaart en 1500 MHz voor de officiële. Ook weer ongeveer zo'n 10% erbij. Exact. En als je dan bedenkt dat die wat minder stroom verbruikt en wat minder lawaai maakt, dan kun je wel zeggen dat dit qua ontwerp wel een redelijk hoog standje is. Ja, wat trouwens wel opvalt is dat die kaart, ik vind hem echt loeizwaar. Als je hem optilt, er zijn nog zwaardere kaarten, maar ik denk dat van de officiële referentiekaarten van AMD en Nvidia zit deze echt makkelijk in de top 3, denk ik. Ja. En dit is ook wel echt iets waarvan je, als je deze in je kast haalt en je gaat naar een LAN-party, dat je wel even moet bedenken hoe je hem in je kast bevestigt. Want als je je kast dan wat te hard in de auto neerzet, dan breekt gewoon je PCI-Express slot af, ben ik bang. Ja. Dat is echt een loeizwaar. Ja, het gewicht komt, het is echt één groot koelblok. Ja, ook aan de achterkant zit echt nog een massieve metalen plaat. Ja, we moeten natuurlijk niet vergeten dat zeg maar 1 Tahiti chip, zoals we die kennen van de 7970, die kan op een losse kaart, kan die, als het moet, meer dan 250 watt verbruiken. Dus als je dat 2 gaat combineren, ja, dan moet je wel echt hele bijzondere trucs gaan uithalen, wil je dat gewoon allemaal gekoeld krijgen. Het is potentieel een lekker kacheltje. Ja, nou wat AMD zegt, en daarom vinden ze dit natuurlijk belangrijk, wij hebben weer de snelste videokaart ter wereld. En dat moeten we natuurlijk afzetten tegen de concurrentie, tegen Nvidia. Die hebben natuurlijk eigenlijk 2 snelste kaarten. Enerzijds de GeForce GTX Titan, wat een single GPU-kaart is. En anderzijds de GeForce GTX 690 met 2 GPU's.
En we kunnen ons nog wel herinneren van onze review van die Titan, die GTX 690. Is door de bank genomen net wat sneller? Ja, bedoel, daar kun je natuurlijk wel discussie over voeren van ja, heb je liever een kaart met één GPU dan twee? Want één GPU, daar heb je natuurlijk wel per definitie geen SLI en crossfire-achtige problemen. Ja. Maar die 690 is gewoon, als we even sec naar de benchmarks kijken, de snelste kaart tot nu toe. En AMD zegt, nou daar gaan we overheen. En daar hebben ze gelijk in. Ze gaan daar in vrijwel alle benchmarks overheen. We hebben er even een paar uitgenomen. 3D Mark Firestrike, daar hebben we trouwens de 690, hebben we daar de scores niet van. Want op het moment dat we die testen, toen we de 690 nog even hier in huis hadden, toen kon Firestrike nog niet helemaal lekker overweg met twee GPU's. Dus het is een klein beetje appels met peren, want je ziet die 7990 hier dus bovenaan. Maar het is wel de enige dual GPU kaart van de high-end kaarten die ertussen staat. Maar desalniettemin 11.500 punten waar die Titan op 9000 komt. Nou, dat is toch wel een flink stukje erboven. Kijken we in Battlefield 3, en dit is ook wel een beetje het verhaal wat we bij heel veel meer games zien. Uiteraard getest op 3 schermen met 4K anti-aliasing, ultra settings, alles erop en eraan. Ja, dat is voor nog even een paar stappen terug, dat is waar je zo'n kaart voor koopt. Ga je op één monitor gamen, dan kan je flink wat geld besparen door gewoon een normale high-end kaart te kopen. Ja, dan kun je geld net zo goed in de prullenbak gooien, want heeft het echt geen nut om dit te kopen. Dit is echt de bedoeling als je op 3 schermen wil gaan gamen. Vandaar ook die benchmarks. Ja, of misschien een hoge resolutiescherm, zo'n 30 inch, 5360 bij 600. Maar in ieder geval groter dan Full HD. Exact. Ja, en dan zien we inderdaad dat waar die GTX 690 op zo'n 53 fps kwam, komt deze op 57 fps. Geen wereld van verschil, maar toch iets sneller. Far Cry 3, hetzelfde verhaal op 3 monitoren met alles erom en eraan. Is het lood om oud ijzer, zijn ze allebei even snel. 30,5 fps. Nou, dan zie je eigenlijk al dat twee GPU's eigenlijk al niet meer voldoende is. Precies. En in Crysis 3, ja, daar zagen we dat in ieder geval toen wij de GTX 690 testen, dat draaide niet helemaal lekker. Daar kwam het maar op 8 fps met alles erom en eraan, met deze kaart 24,8. Ja, dat kan dus een drijverprobleem voor Nvidia zijn want geweest. Voor de duidelijkheid, we hebben de 690 op dit moment niet meer hier in ons testlab liggen, dus die benchmarks kunnen we niet opnieuw doen. Maar we moeten er wel bij zeggen, de GTX 690 hebben we getest op het moment dat de Titan uitkwam, maar dat is natuurlijk niet heel erg lang geleden. Nee, precies. Maar lang verhaal kort, als we naar alle benchmarks kijken zoals ze in de review staan, komt die 7990 er in de meeste gevallen wel iets sneller uit. Ja, hij is zo, op het moment dat we dit opnemen is de officiële prijs nog niet bekend, maar we horen geluiden dat hij waarschijnlijk zo tussen de 1000 en 1100 euro eindgebruikersprijs gaat kosten. Ja. Ja, dat is natuurlijk alles behalve goedkoop en dat zien we eigenlijk altijd bij die kaarten in het high-end segment. Voor prijsprestatie moet je hier niet naar gaan kijken. Dit moet je gewoon kopen als het geld tegen de plinten klotst en je wil dus inderdaad op 3 monitoren gamen. Is wel daarmee ook iets duurder dan die GTX 690, die op dit moment zo'n 900 euro kost. Al zijn dat straatprijzen en moet uiteraard nog maar bezien wat dit in de winkel gaat doen. Het enige waar ik voor mezelf nog niet helemaal uit ben, is of je deze kaart nou echt daadwerkelijk wil gaan kopen. Want het alternatief is natuurlijk een GTX Titan kopen met 1 GPU. Nou, die is sowieso nog wel een stuk zuiniger. Is uiteraard ook wel wat langzamer in de benchmarks, maar dat is ook geen enorme verschillen. En ja, we moeten het natuurlijk wel realiseren, zo'n GTX 690 en ook zo'n 7990, dat zijn toch SLI en crossfire oplossingen. Terwijl een Titan is 1 GPU en hoe je het ook wendt of keert, met 1 GPU heb je toch net even wat minder vaak problemen. We zagen dat bijvoorbeeld alweer met deze kaart, om hier 3 monitor op aan te sluiten, dat is gelukt. Maar we zijn toch gewoon 10 minuten bezig geweest met kabels verwisselen en op een gegeven moment werkt dit. En er zijn gewoon aantoonbaar games die gewoon met crossfire toch net even wat minder lekker werken dan met één chip. Komt ook nog eens bij dat we nu natuurlijk helemaal in die discussies van frame times en zo zitten. Waar er toch wat discussies zijn over hoe goed crossfire eigenlijk werkt. Nou, laten we daar nu niet te lang op ingaan. Maar iedereen zal beamen dat werken met een enkele GPU altijd beter werkt dan met twee. Ja. En dan kun je afvragen van ja, is die paar procent of soms misschien 10-20% wat deze kaart sneller is dan een Titan, is het dat eigenlijk wel waar? De Titan is wat langzamer, maar daar kan je ook nog verder mee uitbreiden, want hier kan je er 2 van naast elkaar zetten als je echt heel veel geld hebt. Van die Titan kan je er zelfs 4 naast elkaar zetten als je ook een flinke bak geld en een moederbord hebt wat dat ondersteunt. Dus heb je nog wat meer flexibiliteit. Ja, dus zeg het maar, die Titan zit ongeveer in dezelfde prijsrange, ook zo rond de 1000 euro, dus ook alles behalve een goedkope kaart. Het is inderdaad een beetje wat je zegt, dit is, als we naar frame rates kijken, absoluut de beste kaart op dit moment. Kijk maar naar frame time, zie je bij dat soort oplossingen altijd toch wat meer pieken en dalen. Dus het is een beetje waar je op uit wil komen. Nou, wil je het allemaal nog eens uitgebreid teruglezen? De uitgebreide review van die Radeon HD 7990 staat inmiddels online op Hardware Info. Dit was Hardware Info TV voor vandaag. Vergeet het niet, we zijn iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer.
alles zelf. Dus even heel specifiek, als we het over Facebook hebben, je hebt je Facebook-account geconfigureerd op je smartphone, maar je configureert het ook nog eens een keer op deze iMatch. En eigenlijk gaan zowel je smartphone als je iMatch gaat op internet bij Facebook checken, ja. Is er wat nieuws. Hetzelfde geldt voor e-mail, je e-mailaccount.